Dag huizenzoekers, ik ben Maarten de Droomhuismakelaar en drie keer raden. Dat klopt, we zijn in de Beemster. We gaan vandaag kijken bij een fantastische handzame stollenboerderij, zeeën van schuren en een prachtig perceel. En die bekijk je vanaf daar. Het ligt op een fantastisch weids perceel van bijna 1 hectare groot. En het is echt goede Beemsterse kleigrond. Hier in de Beemster, wat natuurlijk werelderfgoed is, hebben we de wereld kennis laten maken met wat nou echt platteland is. En goede grond is ook vruchtbare grond en dat zien we hier bij de appelbomen. Niet alleen de grond is goed, maar ook de ligging, daar is het zuiden. Maar goed, op zo'n groot perceel doet dat er eigenlijk niet toe. Je hebt altijd wel de ruimte voor de schuren, maar ook voor de recreatie en natuurlijk de boerderij. Dat waren natuurlijk jongere boompjes, maar deze fruitbomen zijn al 100 jaar oud. En we zien hier achter die boom nog iets heel bijzonders, namelijk een nieuwe variant van iets heel authentieks, een brongasinstallatie. Dat maakt deze boerderij zelfvoorzienend. Kijk de binnenkant van de boerderij op de volledige fotoreportage bij ons op de website. Wij blijven even stilstaan bij de schuren op dit perceel, bijna 700 vierkante meter. Hier dan een nieuw gebouwde en geïsoleerde en daar een niet al te oude kapschuur. De andere schuren zijn weliswaar wat ouder, maar bieden wel weer een hele hoop potentie. Plekjes zoals dit komen niet zo snel te koop. Een charmante stollenboerderij, vrij uitzicht achter. Heer en meester zijn over een perceel grond en bijna 700 vierkante meter schuren. En dan hebben we ook nog eens dat uitzicht. Dat alles bij elkaar. Maak dit toch echt een droomhuis. En je droomhuis vinden, huizen zoeken, dat kan alleen maar erop.